Eindelijk mogen we een keer in de witte huisjes kijken. Pal tegenover Paleis Soestdijk. In die huisjes woont nog veel oud paleispersoneel. Deze groene brievenbus kwam uit de koker van koningin Emma. Koningin Emma die hield niet van rood, dus het is de enige groene brievenbus in Nederland. Marijke Michels werkte 27 jaar lang op Soestdijk. Ze is nog steeds bevriend met haar bazin van toen, Jos van Dijk, die maar liefst 40 jaar op het paleis werkte. Ik kwam daar en wij gingen veel naar recepties in Den Haag. En dan liep ik achter de rokken van mijn collega's de eerste 2 jaar. Ik was zo bleu. Nou, dat is wel overgegaan. De dames mogen met ons mee naar de expositie aan de overkant. Kom gauw, Jos. Marijke is al jaren niet in het paleis geweest. De ziel is eruit, zeggen wij. Tenminste, dat heb ik gezegd toen het leeg was. Met alle egaars worden de dames op hun oude werkplek ontvangen. En dan voor het eerst weer naar binnen. Ruikt het nog hetzelfde? Nee. Het ruikt nog veel lekkerder. Nou, dat ben ik niet eens. Het was een beetje bedompt soms. Maar we zijn hier voor de fototentoonstelling over prinses Juliana. Leuk. Als ik u voor mag gaan? Ja. Zal ik u dan? Adjudantkamer. Ja, gosh ja. Maar vindt het een beeld van een foto van majesteit? Nou, van de prinses bedoel ik. Ja, want u noemt er ook nog steeds de majesteit. Ja, dit is gewoon de prinses of de prins of prinses Bernhard en prinses Juliana. Of mami en papi, zeiden we ook wel eens zo onderling. Nou, ja. Zij. Wij ja, maar wel, wij onderling bezig. Oh, mami. En hoe sprak je dan thuis. De prins en prinses aan op het paleis? De prins Konk Hoogheid. Konk. De prins was daar dik, zie je dat, Jos? In zijn gezicht, zie ik nou pas. Maar Rijke, dat zie je toch niet. Of hij vond het gewoon een beetje, mevrouw. Nee, dat kan ik niet zeggen. Maar ja, hij was ook een stuk jonger. Ja. Marijke en Jos werkten op de telefooncentrale. En ze herinneren zich nog levendig hoe dat ging als iemand van de koninklijke familie zelf opbelde. Wanneer je bezig was, dan liet je alles vallen, bij wijze van, hè, figuurlijk. En dan nam je dat nummer. En dan zeiden wij, lach niet, dat is nog steeds een punt. Wat blieft u? Oh ja. Dat was onze kreet. Vond de prinses niet leuk hoor, dat we dat zeiden. Wat? Vond de prinses helemaal niet leuk. Nee, de prinses vond het helemaal niks, maar wij waren zo opgevoed. Ik was zo opgevoed door jou. Je kan toch ook niet zeggen centrale? Ik weet niet wat de prins hierin zegt, maar het lijkt me erg grappig. Ja, ik hoor hem lachen gewoon. Prinses is daar precies mijn eigen moeder. Ja. In die tijd had ze ook zo'n bril met vleugeltjes, weet je. Als je nog goed kijkt, zit hij hier in de hand van de glaasje bier. Mee. Een glaasje bier, denk ik. Dat is. Nee, bier? Ja, nee, bier. Ja. Dan is dat om 11:30 gebeurd. Ja, dat weet ik niet. Marijke, dat is zo privé. Ik zie een beetje het Alexander zo in de prins en zijn. Vind je niet? Prins Constantijn. Die ja, met, hij heeft dat hoekige. Ja, dat bril in het haar. Ja. Maar ik zie ook Alexander. Nee, Marijke. Jawel. Genoten hebben ze, de dames. En dan is het weer terug naar de overkant, naar de witte huisjes.